Een bijzonder goede middag hier bij de tweede dag van Doe het Vuur! Wat hebben we vandaag voor Jem in petto, Thuus? Nou, dat gaan we precies even vertellen. Het teken is vandaag bouw. En de bouw, dat is bij de Timmerclub in Boerum. Ik geef over naar Jacco bij de Timmerclub. Ja, nou bedankt. Ik sta hier bij een bijzondere club, namelijk de Timmerclub van Boerum. En naast mij staat de leiding van het zootje ongeregeld. Al valt er wel een beetje met, Germ. Maar ik heb gehoord, de speakers flink op soms rare omhoorden. Nou, dat valt best met. We hebben ze aardig onder controle. En zolang dat ze plezier hebben, hebben wij het ook. André, wat is nou precies een timmerclub? Ja, een timmerclub, dat is een club waarbij het eigenlijk alles maakt wat er van hout te maken is. Maar ik heb gehoord, het is vrij uniek, maar je hoort eigenlijk nooit meer hè, in Friesland, een timmerclub. Nee, er zijn niet zoveel timmerclub meer en misschien dat wij wel de enigste zijn. En wat kunnen ze wel maken? Want ik zie er allemaal mooie dingen staan. Ja, we maken van alles. Vrachtauto's en daar staan sieraden deusken en hier boven ons hangen leeslampjes. Dus eigenlijk van alles. En al die mooie dingen, die vrachtauto's, leuzelen, dolfijn, noem maar op, al die gekke dingen. Dat kun je allemaal in één dag maken? Nee, sommige werkstukken kun je wel in één maken, maar lang niet alles. Want je vrachtauto, er zit veel meer werk in. Dus dat hangt van het werkstuk af. Ik ben wel in benijd. Wat gaan we vandaag voor ons maken? Wat we vandaag voor je maken gaan, is dan een verrassing. Een verrassing? Nou, we zijn gek op verrassingen. We komen zo bij hem terug om te zien wat voor moois hem voor ons maakt. Douwe, heeft ook een mooie verrassing voor ons? Jazeker heb ik een mooie verrassing. En die verrassing die staat hier achter mij. En ik ben heel benieuwd wat hier allemaal gebeuren gaat. Dus ik zie al iemand die langkomt. Wie ben je dan? Ik ben Corrie Korfbal. Kist dat niet zien? Corrie Korfbal? Corrie Korfbal, ja. En korfbal kan ik zien. Lien kan ik zien. Wat is zo bijzonder aan korfbal? Het is een geweldige sport. Gemengd, zowel mannen als vrouwen. In een achttal. Nou, dat doet het hartstikke goed. Hij moest horen. Ik heb begrepen dat vroeger... Ik weet niet wanneer, maar dat er drie velden waren en ze gaan nu naar twee vaken. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Dat is al heel lang terug. Dat was in 1991. Nou, toevallig weet ik die vraag en het antwoord ook. Dat is helemaal goed. Hey, bedankt, hè, Corrie. Even zien wat we nog meer voor verrassing in petto hebben. Wie is deze man? Mooi soort. Volgens mij doet die jongen aan motorsport. Wie wist dat? Ik ben Billy Biljart van de Biljartclub. Billy Biljart, dat had ik nog niet zien. Hey, moest horen, wat is het voor mooi petje die studeer op heeft? Ja, dat is mijn geluksper. Zonder die per win ik nooit. Ja, met per ook niet trouwens. Oké. Hey, moest horen, ik heb even een vraag, hè, want ik zie die biljartbal hier zo mooi hangen. Welke van deze biljartbal is nu de zwaarste? Oh, dat is niet moeilijk, dat is de rode. Nou, dat had ik dus niet gedacht, want ze zijn allemaal even zwaar. Ik hoop dat ze toch beter een keer biljart naar vragen beantwoorden. Hey, ik zal even kijken of er meer verrassingen in petto zijn. Er komt nog een oranje verrassing aan. Volgens mij is dit al helemaal in de kleuren van de EK. Ook naar de Oekraïne opkomst. Ja, ik ga erheen natuurlijk. Hoeveel wordt het voor Nederland? Ah, 3-0. 3-0, in ieder geval positief. Hey, Moussour, hartstikke mooi t-shirt. Ik zie Des. Pannenkoek, wat is een pannenkoek? Nou, dat is een term in de volleybal. Dat heet spacecake. Spacecake is heel wat anders volgens mij hoor. We hebben het zo... Nee, maar dat is met de pannenkoek. En, dus dat wil ik hem laten zien. Er was even een pannenkoek demonstreren. Nou, ik zou zeggen, kom maar op, die pannenkoek. Gooi maar weg. Laat maar zien wat je nodig bent. Ja, op de hand. Naar onderen toe. En dan? En dan heb ik hem. Oké. Dus daar is een pannenkoek. Goed, nou hartstikke mooi. Maar je begrijpt allemaal wel dat die mensen iets anders doen. En ben dat ze eigenlijk ben, dat wil ik eigenlijk wel even zien. Wie ben je nou eigenlijk? Wie bist jou? Ik ben Jolanda de Vries en ik korfbal bij korfbalvereniging De Lauwers in het midweekteam. Dus met andere woorden, een sportief type. En De Lauwers, dat is hier dichtbij? Dat is hier zo'n 1,5 tot 2 kilometer vandaan en het is een combinatievereniging van verschillende dorpjes. Oké. Nou, Billy Biljart is vast niet Billy Biljart. Wie is Billy Biljart? Ik ben Suiker Boonstra, maar ik zit ook op de biljartclub BC De Klas hier in Buren. Biljartclub De Klas, heb je dan wat wonnen al een keer of niks? Helemaal niks won. Nou ja, ik heb wel dus won, ja. Oké, laten we daarbij op. Nou, dan gaan we naar de EK, dame, nog even. Nou, ik ben Helene Meijnersma en ik zit op de volleybal bij Des. Door één dag sterk en wij oefenen altijd maandags, dus daar ben ik. Nou, zo zie je Boerum. In Boerum hebben we heel veel sporters, heel veel gezonde mensen. Hè? Goed voor de bukjes. Ik geef het woord over aan Jacco bij Markante Boerumers aan tafel. Ja, nou bedankt. Daar ben we weer. Gasten aan tafel bij Jacco. Bij mij aan tafel twee charmante dames. Aan mijn linkerhand mevrouw Triemstra. En aan mijn rechterhand mevrouw Vlieg. Dames, welkom. Mevrouw Triemstra,
Achter mij weer een prachtig decor van de oude Herenstraat van Boerum. Kun je mij aanwijzen in welk huis je woont? We wonen hier in dit huis en dat is 200 jaar oud en 100 jaar Triemstra's. En eerst heeft er een kleermaker in gewoond en later Harm Triemstra en die was kapper en... Dus en postkantoorhouder. Dus het van alles in zit. Maar de postkantoorhouder, dat ging vroeger telefoonverbinding, ging ook via het postkantoor. Heb ik dat goed? Ja, en dat werd met de hand bediend. En dan draaide iemand aan een klepje. En dan moest oma Triemstra, die moest er met een koordje in een bepaald stopcontact steken. En dan kregen ze verbinding. Maar als ik het goed heb, dan is die woning 200 jaar oud. Die woning is 200 jaar oud. En de derde generatie. Dat de muren konden praten, dan kon ze ons heel wat vertellen, denk ik. Dat denk ik wel. Onze voorouders en dan mijn schoonvader en moeder hebben erin gewoond. En wij wonen er inmiddels 15 jaar. Maar dan kom ik zelf ook uit Boerum. En wat mij opvalt, dat er niet zoveel winkels in Boerum zijn. Maar dat was vroeger heel anders, dacht ik. Dat was Boerum vol met winkels, klopt dat? Ja, veel kruidenierswinkels. En wel twee of drie bakkers. En wel twee slagers. En verder weet ik het niet. Maar je hebt me ook wel mij iets verteld, een tijdje geleden, dat ging er over een bed. Dat was wat bijzonders met. Wat was dat ook alweer? Nou, ik denk dat mijn schoonvader en mijn man kerst op hetzelfde bed zijn geboren. Nou, dat is mooi om te horen. Bedankt. Mevrouw Vlieg, als ik het goed heb, heb je vroeger op een mooi plekje woont in Boerum. Heb ik dat goed? Ja hoor. Wij woonden ten noorden van Boerum, mijn ouderlijk huis. En daar zijn mijn broers en zusters allemaal geboren. En ik heb er gewoond met mijn man en ons gezin. En dat was heel mooi. Wij waren een boerengezin. Maar je woonde nou niet meer, zoals ik een beetje begreep met jouw verhaal. Nee, want... Het grondstation voor satellietcommunicatie heeft veel land van ons opgekocht. Zodoende konden wij daar niet meer boer wezen. Wacht, mevrouw Triemsen wil ook even wat zeggen. Nee, Boutje die had twee vingers op. Oh, de regisseur had twee vingers, die maken we hem niet aankijken. Mevrouw Vlieg, we gaan even verder. Je hebt een heel mooi gedicht gemaakt over de mond van Boerum. Mooi, mooi is het nou beslist niet, maar hoe? Moet even maar, je had een gedicht gemaakt over de molen van Boerum. En die molen, dat zal ik even vertellen, die is afgebrand. En je hebt een mooi gedicht gemaakt en daar stond ik in een Boerum in beweging. Het zou mooi zijn als je dat hem kon vertellen aan ons. Een leger. Het gevoel van de Boerumers na het molenvuur. Deze dorpsramp duurde... Misschien maar een uur. Het aanzien van ons dorp, de molen en de toren, in een uur tijds geschonden. Het ging verloren. Dat doet ons Boerumerhart zo zeer, zo zeer. Onze mooie oude dorpsmolen. Staat er niet meer. Mevrouw Vlieg, hartstikke mooi. Groot applaus op de achtergrond. Was het nou moeilijk, mevrouw Vlieg, om dit gedicht te schrijven? Nee hoor, ik heb vanuit mijn gevoel geschreven. En dat is eigenlijk het beste. Uit het gevoel. Dames, ik wil je bedanken. En nou gaan we wel verder bij de Boerumerbaasters. We zullen eens zien wat ze vandaag van ons in petto hebben. Volgens mij is het hem niet hoor. Je wist wel. Hoorst het toch wel aan zijn stem dat het hem wel is? Nou, ik denk het niet. Maar zouden we eens aan dat wicht vroegen daar? Ja. Misschien heeft die er verstand van. Kunnen we ook eens kijken welke liggen? Meisje, mogen we daar wat vragen? Ja, wist mag dat. Nou, waar kan ik je met helpen? Wist toch ook wel dat liedje schreef met van achterop mijn fiets, achterop de bagagedrager. Dat is toch van Kraantje Papi? Nee, dat is van Gert Pardoel.
Nee, het vest is inderdaad van Gerspar Doe en Sef. Vet cool, had ik toch gelijk. Nou. Dat waren de Boeremer Bastards. En daar gaan we nou over naar de tweede dag van Boerems Got Talent. En ook deze dag hebben we heel veel talent. Maar dit talent moet ook gejureerd worden. En daar hebben we een jury voor. Ik wil mij hem voorstellen aan de rechterzijde. Anja Enting. En onze echte klaverjasser in hart en nieren, Arle Sielstra. De vrouw die guster niet aanwezig kon weten omdat ze vast zat in Londen. De hartverscheurend Ria Boersma. Maar we gaan snel over naar de eerste act van vandaag. En dat is die van Jeugdkorps Advendo. En ik ben benieuwd wie de dirigent is. Hey, alles goed? Prima. En wie ben je dan? Ik ben Pieter Meijnsma en ik heb met hem allemaal talent, muzikaal talent. En hier staan een paar hele kleintjes en dat is echt ongelooflijk. Die speelden maar een paar maanden en nou, er zitten een paar bij die een jaar in het grote korps ook al zitten. En een wat oudere jeugd die speelt al jaren in Advendo. En zo samen met elkaar gaan we een heel leuk stukje van jullie spelen. En ik begreep, Pieter, dat dit maar een onderdeel is van Advendo, hè? Dit is maar een onderdeel, ja. Maar de jeugd, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat hebben wij in Boeren met Advendo. En het leeft hier enorm. Het, is, het wordt dragen door het dorp en het is fantastisch. En de jeugd vindt het fantastisch om te spelen. Nou denk ik dat het publiek aardig wil winnen. Wat ga je nou doen? Wat ga je nou voor ons presenteren hier vandaag? Nou, we gaan voor je een heel leuk stukje spelen. Dat is een hit van ABBA. Een beetje van jaren terug en het heet Super Trooper. Ik zal zeggen, Pieter jongen, take it away. Advendo. Wij willen natuurlijk met elkaar, wat vindt de jury ervan? Mag ik Arle Sielstra het woord geven? Ja, natuurlijk hartstikke mooi. Hè? Jonge kinderen, oude kinderen, kinderen die al een jaar speelden hem. Het is hartstikke mooi te zien. Ik riet er gewoon warm van. Wat vind je ervan, Aja? Nou, alle jongen, ik mocht het ook wel leiden. Lekker in mijn flat een nummer van ABBA tussendoor. Daar hol ik wel van. Mooi samenspel ook van die grote toeters en die kleine toeters. Vind je hem ook niet? En nou het toch over Ria. Hoe liet het met die toeter? Zit daar een beetje muziek in? Ah jongen, dat is hartverscheurd hoeveel muziek er daar in zit. Maar ik vond dit prachtig. Echt waar. Fantastisch. Jury, hartstikke bedankt. Wij zien hem morgen weer terug, heb ik begrepen. Bij de derde dag van Boerems Got Talent. We gaan nu over naar CSI Boerem. Waar weer spannende dingen gaan gebeuren. Veel kiekplezier. De vorige keer in CSI Boerem. Een lijk! Een lijk! Rustig, rustig, mevrouwtje. Wat hebben we hier, Lidema? Nou, mevrouw Rosema, we hebben hier inderdaad een lijk. Zo, mee gewezen, maar die is 12 jaar alleen zomaar vertrokken. Dinema, wijs me de weg naar de haven en vertel eens wat over die man van Minken. Tja, hij heet Klaas van Zanten en hij was gek op zijn vrouwtje. Maar hij was ook mateloos jaloers. En elke man die naar haar keek,
Ja, let wel, dat was bijna elke man hier in het dorp. Kon op een scheldpartij van hem rekenen. En soms werd hij zelfs fantastisch. Oké. En iedereen ging ervan uit dat Minken het zat was en er daarom vandoor zou gaan met een andere man. En daar kon hij heel slecht tegen. En zo is hij steeds verder afgegleden. Raakte aan de drank, zijn huis kwijt, zijn baan kwijt. En sinds die tijd woont hij op een woonbootje. Hier in de haven van Buren. Kijk, daar ligt het. Hey, Verzanten, kom eens van dat bootje af. Hey, Verzanten, van dat bootje af. Ja, ja, kom al. Ik moet zo schreeuwen. Wat moeten jullie? We willen met u praten over Minken. Welke Minken? Je vrouw Minken, Verzanten. Oh, die is er al jaren geleden vandoor. Er is een lijk gevonden in de pastorie en nou denken we dat het jouw vrouw is. Nou, Verzanten, weet jij hier ook iets van? Ik weet er niks van. Ik hield van Minken. Ik heb haar nooit wat aangedaan. Heb je enig idee wie het wel gedaan kan hebben? Nou, er waren wel wat bewonderaars. Vooral bij die kosten van de kerk. Ze sprak altijd kwaad over haar. Maar na Minkens vertrek heb ik nog wat brieven gevonden die best wel eens van haar konden wezen. Zeg, heb je die brieven nog? Nou nee. Toen ik uit de huurstraat ben, heb ik ze daar laten liggen. Met al die troep. En misschien moet je maar eens even bij de schotels kijken. Zullen we dat daar morgen maar eens gaan kijken, mevrouw Rosema? Dat lijkt me een goed idee, Dirma. Dan ga ik nu naar huis. Wie is dat nu weer? Ja? Met Rosema. We hebben het lijk geïdentificeerd. Het blijkt inderdaad om Minken Verzanten te gaan. Morgen om 8:00 bij de schotels. En kom niet te laat, Dirma. Ik zal er zijn. Morgenochtend om 8:00 bij de schotels. Dat red ik nooit. Dit was alweer de tweede dag van een spannende CSI-serie. En wat met de dag spannender en spannender. Dus ik zal zeggen, morgen maar weer eens hem kijken. Ondertussen sta ik bij de molen, bij de timmerclub van Boerum. Jongens, wat hebben we een mooie molen gemaakt. Oh, niet Boerum. Oh, niet Boerum. Gertsen, waarom hebben we deze molen voor ons gemaakt? Omdat de molen in het paasweekend is opgebrand, leek het ons leuk om hem na te timmeren. Omdat het zo'n mooie oude molen was. Keno, je bestraalt er allemaal over, dat doe je helemaal. Maar je vindt die wel heel gezellig, zeker op deze timmerclub. Ja, dat is heel leuk. En het is leuk omdat je kan laten zien dat je ook wat kan. En dan ja, kun je zeg maar je passie laten zien voor timmeren. En dan kun je elke keer met mooie dingen thuiskomen. Maar Buren heeft al heel veel vereniging. En we hebben zelf nog een timmerclub, Gerb. Kun je wel vertellen hoe dat kan, al die verenigingen zo in Buren? Ja, er komen veel vrijwilligers in Buren, Mem. En daar ben wij ook goed van. En nou, wij doen het met plezier en zolang de kinderen plezier hebben, hebben wij dat ook. Maar dan heb je tussendoor die mooie decor. Hebben we er ook zelf gemaakt met deze timmerclub? Nou, daar hadden we decorbouwers voor en dat hebben ze heel mooi gemaakt. Dus dat ziet er goed uit. Ja, dat ziet er zeker goed uit. Maar Buren heeft dus heel veel bouwvakkers en chauffeurs, maar dat weet bijna iedereen wel. Dat ben ik wel benijd. Dit is een jongen wat vast in mijn man, of niet? Als het goed verdient, wel. Nou, bouwvakker die verdient behoorlijk wat. En ik, nou ja, ik heb het wel eens van gehoord. Maar, nou jongens, je hebt een hele mooie molen gemaakt. En je gaat vast allemaal helpen straks om die nieuwe molen van Buren te bouwen, of niet? Ja! En heb je er zin aan? Ja! Mooi om te horen. Douwe, die ballon van maandag, hoe zat dat toch alweer? Kun je dat even vertellen? Ja, dat zie ik niet vertellen, Jacco, want dat is een heel verhaal met die ballon. Ik zie net Corine binnenkomen met een aantal ballon. Dames en heren, onze vaste aangeefster, Jenny, Corine. Janine ken ik ook. Die ballon, dat is een verhaal apart. Wist er nog, Joël, dat je dat shotje mist, hest? Dat shotje, dat gaan we vandaag overdoen. Dat is het shotje met de ballon. We gaan een ansichtkaart aan de ballon gebonden. Opstuurt naar boven. En wij komen terecht in Bergen. Bergen bij de zee. En wat wij zeggen is, die ballon laten we op. Het de kleur niet van de Belgische vlag, ook niet van de Duitse vlag. Maar van de Boerbische vlag.
En die wilden we eigenlijk vandaag eens even opladen, zodat je hem ook ziet dat het shotje wel goed is aankomen. Hè? Joel, let op. Komt-ie. 1. Heb je hem? Ja? Gaat-ie, hè? Hey! Oké. Dat was dat. In ieder geval, de ballonnen zijn weer terecht. Het shot staat vast. Maar ik wil eigenlijk even mee naar de molenaar. Joel, loop je even mee? We gaan even naar de molenaar, want er is natuurlijk heel wat gebeurd hier het afgelopen 2 dagen. Heel wat commotie. Hier staat hij, de molenaar van gisteren, of van eergisteren is het alweer, want de koningin zat nog even tussen ons. De molenaar heeft de cheque ontvangen van Inmarsat, 8000 euro. Ik kan me voorstellen, Marco, want dit is onze molenaar Marco, dat dat heel veel met je doet, hè, als je zo'n cheque krijgt. Hoe ben je eronder na deze dag? Nou, daar schrok ik wel in van, want dat was geheel onverwachts voor mij. Dat is 8000 euro is niks. En dat is, was wel een schrik voor mij. Ja, ik heb begrepen, die man is afbrand. Er is natuurlijk heel veel commotie geweest. Was er zelf bij? Nou ja, wij horen de brandweer aankomen en dan kijkt ze even met Ruud. En dan denkt ze, ja, verrek, de monster in de brand. Nou ja, dan vliegt er heen en dan is het, de stijst erbij en dan kun je er niks aan doen. En dan het is verloren. Dus dat geld is zeg maar van harte welkom. Hè? En ik begreep ook dat heel Friesland zit te kijken. Dus we willen bij deze ook een beetje een oproep doen voor ons dorp. Maar aan de andere kant is het ook zo, Marco. Volgens mij is het ook verzekerd, of niet? Ja, de Mulden is verzekerd. Maar die acties die worden echt gehouden voor het interieur. Voor wat extra ding voor later. De verzekering die is voor de herbouw. Maar dit is echt voor extra toevoegingen. En misschien weer wat alle elementen terug te brengen. Waar praten we over? Wat is het bedrag? Wat gaat hier met gemoeid als er zo'n molen afbrandt? Want ik bedoel, ik heb me voorsteld, 225 jaar oud. Maar wat hebben we het over? Nou, die molen die is verzekerd voor een dikke miljoen euro. En er zijn dus acties in het land om ook extra geld binnen te halen. Want met 1 miljoen euro is misschien krijg ik niet betaald. Nou, prima. Dat was de molen in Boerum, jongens. Dit was Boerum. En ik zal zeggen...